Isle of Beautybeurs in Utrecht. Het is de tweede editie en we zijn heel benieuwd wat er al op het gebied van beauty te beleven valt. En misschien kunnen we nog wat leuke tips meekrijgen van jullie thuis. Dus gaan jullie mee? 2, 1. Isle of Beauty! Yay! Voor de kijkers natuurlijk, die niet weten wie Sally is. Zij is fysiciste, zij is de zus van Jolanta, dus de meeste mensen kennen haar daar. Zij is fysiciste van Sally. En ik ben eigenlijk wel benieuwd Lotte, wat zij te vertellen heeft. Lotte, Lotte, Beauty. Je bent wel een beetje fan. Ja, ik ben wel fan van de... Ja, ja, nou ja, als je het zo, ja, als je het zo wil beschrijven, ja, ben ik wel een beetje fan. Ja, je hebt een wintertip. Ja, een wintertip. En met, nou, wat ik altijd belangrijk vind in de winter, dan krijg je huid altijd een beetje, nou ja, graag. Als het heel koud is, dus let erop dat je foundation, neem niet zandcreme of lekker BB cream, zodat het lekker droog in kan blijven. En weet je wat heel droog eruit gaat zien en dan zie je met de make-up heel erg zien. Dat zou zo goed zijn. Super bedankt. Dankjewel. Heb je goede tips gekregen? Ja, echt super blij. Ik moet qua oogschaduw, ik krijg natuurlijk bij elke drogist eigenlijk gewoon allerlei tips. En ik kom er gewoon niet uit wat de kleur is. De enige is paars, dat is het groen. Maar je hebt groene ogen. Ik heb groene ogen. Dus ja, ik ga er nu uit donkere tinten, zei ze. Bruin. En nou ja, daar ga ik mee. Ik ben echt super blij. Leuk. We hebben weer mannen gevonden op de beautybeurs. En die zijn meteen sportief. Eggers. Hoe stuur je dan? Ja, filmen. Zeg zo. Gaat helemaal goed dit? Jazeker, kijk eens. Oh. Heel slim, hè? Hoi, hoi, hoi. Waar vrouwen zijn is... Coco. Chocola. Ah. Oh, hij is wel een stuk langer, ja. Dat is mooi, hè? Ja, dit is dus minimaal, omdat je nu alleen aan het puntje zit. Oké. Okay. Kan nog beter. Kan nog beter. Oh, dat is cool. Meteen een kilometer langer. Ja, en je wilt misschien wel gaan koken zelfs. Ja, nou, ik vind het wel wat. Ik heb natuurlijk van mezelf ook wel een beetje langer beenbrush, maar je ziet toch wel verschil. Dat is toch wel leuk voor een feestje langer. Of zo. Ja. Het kan altijd langer. 7 dagen is leuk. Van 70 decolleté in handen is het ongeveer 1 dag. Maar wel leuk voor een feest als je ergens naartoe gaat. Ja. Het is allemaal op basis van make-up, dus huidvriendelijk. Je ziet het, we hebben een klein foutje gemaakt. Dat kan je dus gewoon regelen. Maar dat is het leuke met onze productie. Je kan het natuurlijk een beetje op je bui afstemmen. Maar ook op je kleding, heb je roze kleding aan. Dat is het leuk om roze glitters te gebruiken. En je rolt hem heel zacht over de huid. Oké, nog één keer showen. Wat heb jij? Het trekt wel een beetje, ik voel het. Dat is wel leuk, want ik ben wel op zoek geweest naar iets wat heel leuk krullen zet, maar je ziet zoveel advertenties en je weet nooit meer wat je moet geloven. Nee. En maar dit is wel een mooi tang, want je kan hier alles mee. Aan de achterkant zit er krullen al in, maar dat kan je niet zien toch? Ja, daar staat ze. Ja. Nu kunnen we eigenlijk pas op beeld verschijnen. Ja, eigenlijk wel. Ja. En nou, het resultaat mag er denk ik zijn bij jou ook. Superleuk. Zeker. Dus deze missie is geslaagd. Nou, de rest nog mee. Dit was de I Love Beautybeurs 2015. We hebben een onwijs leuke dag gehad. We zijn een tattoo rijker. We gaan nu lekker naar huis. Dankjewel.